Petra, dan zijn we afgereisd naar Goorle, want daar zit natuurlijk niet het bedrijf Zomers, maar daar zit wel een serieuze opdrachtgever van dit prachtige bedrijf. Serieuze opdrachtgever dus van Peter, bij jou in de studio. Ze zijn hier bezig van Zomers met schilderen, toestanden in een verzorgingshuis en dat vraagt toch wel wat specialisatie en daar zijn ze goed in. Ik ga in gesprek met Ine, zij is verantwoordelijk voor faciliteiten, facilitair manager. En ik heb een gesprek met Koen en Koen is de buitendienstmedewerker van Peter. En weet je wat nou zo leuk is? Ik ben altijd op zoek naar linkjes. Kijk, als we dadelijk draaien met de camera, dan denkt Peter van aan het voet van die oude Wester in het hart van die oude Jordaan. Maar nee Peter, er staan ook torens in Goorle. Het zou zomaar de Westertoren kunnen zijn, maar is het niet. Kijk maar. Ja Petra, dan zijn we in Goorle bij de opdrachtgever van Peter. En zegt u het zelf maar, waar zijn we? Dat is een hele mooie naam van een prachtig verzorgingshuis, toch? We zijn bij Thebe Elisabeth in Goorle. Omschrijft u Peter eens voor ons? Wat is zijn sterkste punt? Wat is zijn mooiste... Ik vind het een open communicatie. Ik krijg echt een gedegen advies van dit zou je volgend jaar moeten doen. En dit kun je nog best laten liggen, dat mag ook over 3 jaar. Hoe deelt hij zijn weekend in? Heeft u daar enig idee van? Ik kom hem af en toe tegen, op een terrasje. Oh, echt waar? Ja. Wat drinkt hij dan? Dat is even leuk om te weten. Wat drinkt Peter? Of een pilsje of een wijntje. En als hij dan op dat terras zit en u komt voorbij, is het dan Ine? Kom er even bij. Echt waar, ja? Ja. En sms of WhatsApp? Waar kiest hij voor? WhatsApp. Oh, dat is een moderne man. Ja. Ja, ja. Maatkostuum of trainingspak? Maatkostuum. Overhemd of stropdas? Overhemd. Een gewetensvraag. Zijn bedrijf verkopen of het straks overdragen aan de telgen van Koen, dan wel zijn eigen kinderen? Wat doet hij? U moet kiezen. Mm. Is moeilijk, hè? Als familieman denk ik dat hij het op prijs zou stellen als het inderdaad in de familie blijft, zeg maar. Denk ik. Ja? Ja. Maar 80 miljoen cashje? Nee, zijn kinderen zijn het. Echt waar? Ik vind het een held. Nou, we gaan het aan Peter vragen. Die neemt deze vraag mee naar de studio. Daar is de camera. Peter die zit aan de andere kant van het glas bij ons in de studio. En u mag even wat tegen hem zeggen. Peter, ja, je hebt gewoon een prachtig bedrijf. En we kennen elkaar 20 jaar. Altijd goed zaken gedaan. Prima zakenrelatie. En ook in het persoonlijke contact altijd heel prettig. Heel veel succes met dit mooie bedrijf. Here she comes home again. Ja, Petra, en nadat we in gesprek waren met Ine, tref ik hier Koen. Is die goed voor zijn mensen, Peter? Ja, ik denk het wel. Ik denk als je Peter moet beschrijven, dan heb je echt een mensenmens, denk ik. Ik denk dat Peter zeer betrokken is bij ons en uiteraard bij alle medewerkers. Waardoor dat toch wel een erg fijn werkt. Ik bedoel, ik hou het ondertussen 23 jaar vol. En dat is gewoon om trots op te zijn. Maar ook zeker in de toekomst heb ik dan steeds volle bak zin. Rode wijn of witte wijn? Je moet kiezen. Waar kiest hij voor? Peter gaat het om. Niet jij, maar Peter. Rood. Rood. Nieuwe wereld, oude wereld? Wijn. Traditie of probeert hij wat nieuws? Dat zeg ik. Traditie. Bourgogne. Ja. Frankrijk. Ja, dat denk ik, ja. Gaat hij met de caravan op vakantie of kiest hij voor een 5-sterren auto? Ik denk dat Peter toch kiest voor het 5-sterren auto. Zomervakantie of wintersport, dat is een fijn idee, daar moet je kiezen. Wintersport. Oh ja? Ja, dat denk ik. Hij houdt niet van zwembroeken? Nou, niet direct van zwembroeken, maar gewoon zeer fanatiek skiën, wat ik al zei. Hij zit daar in de studio bij Petra en zeg iets moois, hè? Ja goed, ik wil even aangeven dat je echt dat we misschien met z'n allen een fantastisch bedrijf hebben opgebouwd. En daar ben jij natuurlijk zeker een drijfveer van. Ik hoop dat je het ook nog zeer lang voor gaat houden. Dat we nog lang samen mogen blijven werken. En nogmaals, veel lol mogen hebben samen ook. En daarnaast, wat je zelf ook aangeeft, gewoon hard werken, maar lol moet er ook gemaakt worden. Top. Was getekend, en dit knippen we erin, je collega of je vriend? Als vriend. Ja, absoluut.